Er zijn veel verschillende soorten raambekleding in veel verschillende materialen. Naast handbediening zijn er ook steeds meer oplossingen voor geautomatiseerde bediening. Maries, mensen kiezen steeds vaker voor geautomatiseerde systemen. Waarom eigenlijk? We verkopen nog steeds heel veel koordbediening, maar gemotoriseerde raambekleding heeft gewoon een stukje extra comfort. Tegenwoordig heb je veel meer een smart oplossing. En dat kun je terugvinden bijvoorbeeld in een appbediening of in een spraakbediening. En dan is het gebruikersgemak ook veel vriendelijker. Onze raamdecoratieproducten zijn heel makkelijk te koppelen. Dat doe je door middel van een Bluetooth-functie. Je scant hem heel makkelijk met je mobiele telefoon, dan koppel je hem in de app en daarna kun je alle functionaliteiten instellen, zoals timers en boven- en onderposities. Hey Google, start avond. Oké, ik activeer de avond. Wij hebben een heel mooi assortiment aan accumotoren. En die zitten allemaal heel mooi geïntegreerd in het product. En dat is ook het stukje onderscheidende van ons. De motorkop is helemaal kleurgecoördineerd met de headrail. We hebben een oplaadpunt wat helemaal geïntegreerd is in de headrail. Om de hoeveel tijd moet ik dit opladen? 2 à 3 keer per jaar moet je het opladen. En het geeft eigenlijk in de app alweer wat de accuduur is. Dus of je het moet opladen. Welke soorten raambekleding kunnen geautomatiseerd worden? Nou, we kunnen eigenlijk het totaal assortiment gemotoriseerd leveren. De textiele producten, bijvoorbeeld rolgordijnen, vouwgordijnen, plissés, duettes, houtproducten, de houten jaloezie zoals je hem hier ziet en een geweven hout. Er is nog eigenlijk best heel veel keuze dus. Ja. Zo klinkt het. Ja. Eind dit jaar komen we ook met een gordijnmotor en dan hebben we eigenlijk het hele concept compleet. Oh, ja. En dat is eigenlijk wel heel mooi dat je al die producten dus in 1 app kan bedienen.